Vaak ontstaan songs in een soort van vacuüm. Alleen de liedjeschrijver is met de song bezig en vaak zijn het hele persoonlijke onderwerpen. En dit is een heel ander proces. We schrijven songs over waar gebeurde verhalen, mensen die echt bestaan hebben. En dat maakt dat je dat proces op een andere manier aangaat. Ik heb ervoor gekozen om brand als metafoor te gebruiken. Brand als in de energie die vrijkomt. Brand als in de reactie. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Het academiegebouw van de Universiteit Utrecht, gelegen aan het Domplein. In de nacht van 12 december 1942 rees er vlam uit dit gebouw. De daders waren geen Duitse soldaten of vandalistische buitenstaanders. Nee, het waren juist Utrechtse studenten die de brand stichtten in het ceremoniële hart van hun eigen universiteit. De reden hiervoor was de aangekondigde arbeidseinsatz, of tewerkstelling van Nederlandse mannen in de Duitse oorlogindustrie. Daarvan zouden er ook 7000 studenten moeten gaan werken in Duitsland. Om je tegen een vuist te maken, besloot een groep van 5 studenten om brand te stichten in het academiegebouw. Om precies te zijn, in de studentenadministratie die zich daar bevond. Daarin was namelijk alle informatie te vinden die nodig was om studenten op te roepen voor de tewerkstelling. De brand werd snel ontdekt door een Duitse soldaat die wachtliep op de Domtoren. En duurde dus maar kort. Maar wel lang genoeg om alle gegevens te verbranden, zodat geen studenten konden worden uitgezonden voor dwangarbeid. Nou, hier was het dus. Achter deze deur stonden de archiefkasten waar de gegevens van de studenten waren opgeslagen. En midden in de nacht hebben hier 5 studenten urenlang proppen staan maken die ze vervolgens in de fik gestoken hebben. Het beeldje wat hier staat is eigenlijk een getuige van dat moment. Het stond in de kamer hierboven en de vlammenzee was zo heftig dat het gedeeltelijk gesmolten is. De actie van het studentenverzet zorgde ervoor dat eigenlijk al die studenten weer anoniem door het leven konden gaan. Als je dat dan koppelt en spiegelt naar hoe tegenwoordig met persoonsgegevens omgegaan wordt en je weet dat alles overal opgeslagen is, dan is zo'n actie dus niet meer mogelijk. En dat kan ook niet anders zeggen dan dat toch wel een beetje een beangstigend gevoel geeft. Hè, wat zou er nu gebeuren als zoiets plaatsvindt? Als er nu een oorlog zou uitbreken, dan zouden alle gegevens van alle inwoners zouden gewoon bekend zijn bij iedereen. Tegen en hou hoog.
van zegen, op hoop van zegen, op hoop van brand. Brandt als de laatste kaars, brandt tot de ochtend.